De vakbond bij Roosevelt Goldmine Suriname en minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaan zich buigen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Dat is tijdens een bezoek van de bond aan de minister afgesproken. Romario Holband, hij is woordvoerder van de bond, zegt aan onze nieuwsdienst dat de minister is geïnformeerd over een commissie die bij de oprichting van het bedrijf zou moeten zorgen voor waarborging van gezondheidsvoorzieningen van de werknemers. Die commissie is echter uitgebleven. Verband met gezondheid van de werknemers van SGM. Toen er een werkvergunning aan het bedrijf is gegeven in het verleden, hebben ze goed kunnen gehad om 12 uur te werken. Maar er moest een commissie in het leven geroepen worden om daarop toezicht te houden. Dus dat is verder uitgediept en de minister heeft aangegeven dat hij zijn invloed zal wenden zodat deze commissie na 16 jaar eindelijk gaat functioneren. Om te kijken hoe het staat met de gezondheid en wat de 12-uurige werktijd op de gezondheid van de werknemers heeft. De woordvoerder wijst erop dat het bedrijf momenteel ook midden in belangrijke cao-besprekingen zit die alleen onder de volmacht van IM Gold kunnen worden afgerond. Dit draagt wel bij aan demotivatie onder de werknemers. Momenteel, de werknemers zijn gemotiveerd. De vakbond, ze luisteren naar de vakbond. Ze zien dat de vakbond goede zaken doet voor ze. En we hebben het bewezen de afgelopen cao, dus ze hebben ons ook de volmacht gegeven om de CAO rustig af te ronden. We hebben geen haast. Men moet weten dat goede dingen geld en tijd kosten. De kennis die wij nu hebben, gaan we moeten kopen voor de arbeiders. En die kennis is er wel in Suriname. Daar zijn we wel dankbaar voor. Romario Holband, volgens hem heeft de bewindsman aangegeven te werken aan de problematiek tussen werkgever en werknemer. Via regelmatige rapporten die gepubliceerd zullen worden, kan dit proces ook gevolgd worden.